Goedemiddag, ik heet alle aanwezigen hier welkom en dat geldt ook voor de mensen die eventueel via een livestream meekijken bij deze plechtigheid. Ik open dus die vergadering, de sessie waarin Marijn van den Houten zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Measures and Determinants of Outcome in Conservative Intermittent Claudication Treatment. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaat tot zijn verdediging zal laatstgenoemde een kort overzicht geven van de door hem verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Ja, geachte prorector, dank voor de introductie en dank allemaal voor de komst. Vereerd dat jullie komen kijken naar mijn promotie. In het eerste kwartier zal ik jullie meenemen in wat ik nou eigenlijk heb onderzocht. Atherosclerose, daar gaat het om. Slagaderverkalking, dat is de verharding en de verdikking van de vaatwand door een opeenhoping van bloedplaatjes, vetten en ontstekingscellen aan de binnenzijde van de vaatwand. En dat leidt ertoe dat zo'n vat progressief verder vernauwd raakt en de weefsels die daarvan afhankelijk zijn steeds moeilijker aan hun zuurstofrijke bloed komen. Ook kan er op atherosclerose acuut een bloedpropje ontstaan, waardoor een acute afsluiting van het bloedvat tot gevolg heeft. En overal in het lichaam zitten bloedvaten, dus op verschillende plekken in het lichaam heeft dat verschillende uitingen. Zit het in de arterie van of naar het hoofd, dan kan er bijvoorbeeld een herseninfarct optreden. Zit het in de kransslagaders, dat zijn de vaten die het hart van bloed voorzien. En dan krijgt een patiënt pijn op de borst of een hartinfarct. En als het in de bloedvaten van en naar de benen is, dan spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden. En patiënten met perifere arterieel vaatlijden kunnen zich op verschillende manieren presenteren. Ze kunnen daar op verschillende manieren last van hebben. Een heel gedeelte van de patiënten heeft eigenlijk geen symptomen. Dus die hebben ergens een vernauwing zitten, maar merken daar niets van. Het grootste gedeelte van de patiënten heeft echter pijn bij inspanning. Dat wil zeggen, tijdens inspanning vragen de spieren eigenlijk extra om bloed. En het lichaam kan dat door die vernauwing niet leveren. Als het ziektebeeld zich verergert, kunnen patiënten zelfs in rust pijnklachten krijgen. Of in het ergste geval kunnen er wonden ontstaan die niet goed genezen omdat er te weinig bloed bij kan. Claudicatio intermittens is het onderwerp van mijn proefschrift. En dat is die inspanningsgerelateerde pijn in de beenspieren. Die wordt verlicht door rust. En het komt van het Latijnse woord claudicare, wat zoveel betekent als hinken of mank lopen. En in de volksmond spreekt men van etalagebenen. En dat komt omdat het looppatroon van deze patiënt zich kenmerkt door frequent rust te nemen om de pijn te laten liggen en om zich een houding te geven, zouden patiënten dan in de etalage kijken. Het komt veel voor. Er wordt geschat dat er zo'n 25.000 nieuwe patiënten per jaar in Nederland zich met dit ziektebeeld presenteren. En er zijn een aantal risicofactoren die leiden tot het ontstaan van atherosclerose en daarmee claudicatio intermittens. Dat zijn factoren waar een patiënt niets aan kan doen, zoals bijvoorbeeld de leeftijd of genetische invloeden. Maar ook een heel aantal factoren waar patiënten wel degelijk een invloed op kunnen uitoefenen. En die dan ook centraal staan bij de behandeling van claudicatio intermittens. Dat is patiënten moeten stoppen met roken als ze dat doen. Moeten lichamelijk actief worden, een gezonde dieet handhaven. En ze kunnen medicijnen nemen voor een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol. En om suikerziekte beter onder controle te krijgen. En dat deze belangrijke pijler in de behandeling noem je cardiovasculair risicomanagement. Maar de patiënt zelf die komt vaak juist met een klacht en daar wil hij vanaf. Het symptoom van pijn bij het lopen, dat wil hij verminderd hebben. En er zijn verschillende manieren om dat te bewerkstelligen. Zo kun je invasief te werk gaan. En met invasief in de geneeskunde bedoelen we eigenlijk een behandeling waarbij we de integriteit van het lichaam schenden. Bijvoorbeeld een dotterprocedure waarbij er een ballonnetje wordt opgevoerd precies op de plek van de vernauwing en daar onder hoge druk wordt opgeblazen om de vernauwing op te heffen. En er kan dan ook een stent achter worden gelaten, dat is een soort kippengaasje om de doorgankelijkheid op lange termijn te verbeteren. Bij patiënten die een vernauwing hebben die niet goed in aanmerking komt voor zo'n dotterprocedure, kan er ook een open operatie worden gedaan. Daarbij kan bijvoorbeeld het bloedvat worden geopend en de kalk worden weggehaald. Of in een ernstiger geval zelfs een omleggingsoperatie, een bypassoperatie. En je kunt je voorstellen dat dit soort procedures niet zonder risico's zijn en een belasting voor de patiënt vormen. Dus daarom wordt bij patiënten eigenlijk altijd eerst conservatief behandeld. En dat dit behoorlijk effectief is, is eigenlijk al hele lange tijd bekend. In 1898 werd zelfs voor het eerst al een keer een casus beschreven in de medische literatuur van de succes van de volle behandeling van claudicatio intermittens met lichaamsbeweging, exercise. En later zijn vele studies gaan volgen. Vroeger
was die behandeling eenvoudig. Dan kreeg de patiënt het advies om veel te gaan lopen, een hond te kopen of naar de sportschool te gaan. Maar het bleek dat heel veel patiënten dit eigenlijk helemaal niet opvolgden en dat de effectiviteit dan ook de wensen overliet. Het belang van supervisie van die patiënt kwam naar boven. En zo is gesuperviseerde looptherapie, het onderwerp van mijn proefschrift, ontstaan. Dat is lopen in Nederland tenminste onder supervisie van een gespecialiseerde fysiotherapeut, waarbij er ook veel aandacht is voor leefstijlveranderingen. Sinds 2011 is dat in Nederland voor iedere patiënt dicht bij huis beschikbaar via het Stichting Claudicatio.net. En die therapie heeft zich inmiddels zo ontwikkeld dat het in vele onderzoeken uitkomt als even effectief als zo'n invasieve behandeling. Maar hoe bepaal je nou precies wat effectief is? Dat doe je door het meten en het interpreteren van beperkingen in het lopen. En dat is het onderwerp van deel 1 van mijn proefschrift. Je kunt bijvoorbeeld aan een patiënt vragen om een schatting te geven van bij welke afstand hij maximaal kan lopen totdat de pijn die optreedt hem dwingt om te stoppen. De maximale loopafstand. Die kun je meten op een gevalideerde loopbandtest. Of die kun je meten terwijl een patiënt buiten loopt of van de loopband af in zijn eigen omgeving. En dat deden we in hoofdstuk 2 bij een groep van 30 patiënten. En we zagen dat die metingen onderling eigenlijk maar zeer matig overeenkwamen. En dat die verschillende metingen en meetmethodes niet inwisselbaar zijn. Maximale loopafstand op de loopband is eigenlijk het meest gebruikte testmodaliteit binnen Claudicatio Intermittens literatuur. Maar wat er niet bekend was, is hoe de patiënt nou een numerieke verbetering of verslechtering op waarde schatte. Wanneer vindt hij het nou zelf verslechterd of verbeterd? In hoofdstuk 3 hebben we dat onderzocht en zagen we dat pas bij 300 meter verbetering na 3 maanden behandeling patiënten het idee hadden dat ze ook daadwerkelijk verbeterd waren. En misschien wel interessanter dat zelfs als zij 150 meter vooruitgang boekten, zij dit eigenlijk zagen als een verslechtering. Fysieke activiteit, ik heb hem al genoemd bij de risicofactoren, is een belangrijke prognostische factor. En we weten uit de onderzoeken dat behandeling wel degelijk een effect heeft op afstanden gemeten op de loopband. Maar uit hoofdstuk 2 hebben we gezien dat loopbandlopen en buitenlopen niet overeenkomt. En we weten dus ook niet goed of patiënten daadwerkelijk meer gaan lopen buiten. Leidt behandeling van symptomen van Claudicatio Intermittens wel tot een verbetering van de fysieke activiteit bij de patiënt? In hoofdstuk 4 onderzochten we dat door al het bestaande onderzoek samen te voegen en te analyseren en zagen we dat looptraining leidt tot een toename van het aantal stappen per dag dat de patiënt zet van ongeveer 800. En dat er helaas te weinig bewijs was over invasieve behandeling om daar een zinnige uitspraak over te doen. In deel 1, resumerend, zagen we dus dat beperkingen in lopen gemeten op de loopband niet noodzakelijk overeenkomen met beperkingen in het dagelijks leven. Dat een kleine numerieke verbetering in loopafstand op de loopband in de ogen van de patiënt wordt gezien als een achteruitgang van de functie. En dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering van de fysieke activiteit op de korte termijn. In deel 2 zijn we vervolgens onderzoek gaan doen naar wat een efficiënte behandeling is van Claudicatio Intermittens. En een belangrijk begrip daarbij is zogeheten stepped care. Letterlijk getrapte zorg. En dat wil zeggen het eerst inzetten van een effectieve behandeling met de minste kosten en risico's, alvorens je duurdere en meer invasieve therapie overweegt. En in alle richtlijnen wordt dit voorgeschreven als de behandeling voor Claudicatio Intermittens. Voor alle patiënten start het met cardiovasculair risicomanagement, dan een traject gesuperviseerde looptherapie. En na 3 tot 6 maanden wordt samen met de verwijzer, de huisarts of de vaatchirurg geëvalueerd of het effect naar tevredenheid is en kan het doorgegaan worden met looptraining. Of overgegaan worden op een invasieve behandeling, als de vernauwing die de patiënt bezit daarvoor geschikt is. En we weten inmiddels dat als je patiënten op deze manier behandelt, dat na 5 jaar 80% nog steeds geen interventie heeft ondergaan. En daarmee zijn dus een heleboel patiënten een potentieel onnodige interventie bespaard gebleven. Mooie cijfers. En looptherapie was ook landelijk beschikbaar vanaf 2011, zoals ik zei. Maar het aantal verwijzingen bleef laag, dus het aantal patiënten die als eerste looptraining kregen in plaats van een interventie als eerste. In 2013 was het nog maar 63%. En de belangrijkste reden, of een van de redenen daarvoor, was geld. Patiënten moesten looptraining zelf betalen, €30 per sessie, terwijl een dotter volledig werd vergoed vanuit het basispakket. Een scheve verhouding, en dus wij zijn onderzoek gaan doen in hoofdstuk 5 naar de kosteneffectiviteit
van beide behandelingen als eerste therapie. En dat hebben we gedaan door bewijs uit eerdere studies samen te voegen en in een wiskundig computermodel een ziektebeloop te simuleren. En te kijken wat dat dan voor effect heeft over 5 jaar op de kwaliteit van leven van de patiënt en de totale kosten die het oplevert. En dan zagen we dat als je looptraining als eerste therapie instelt, dat patiënten dat de gezondheidszorg €6.500 kan besparen en dat de kwaliteit van leven hetzelfde is. Dit kwam overeen met de uitkomsten van andere onderzoeken en de reeds bekende effectiviteitsgegevens. En dus werd vanaf 2017 looptraining dan ook vergoed vanuit het basispakket voor iedere patiënt met claudicatio intermittens. En zag je dat het aantal verwijzingen ook drastisch toenam. In 2017 was het al 87% van alle patiënten in Nederland met deze aandoening. Mooie Nederlandse cijfers. Helaas, internationaal moet dat nog navolging krijgen, want het is internationaal zeer beperkt beschikbaar. En de verwijzingspercentages zijn dan ook erg laag. Er zijn ook weer meerdere redenen voor. En een van de redenen is dat vaak bij bepaalde type vernauwingen er nog wordt besloten om toch meteen een interventie te doen. En het is logisch dat een patiënt samen met zijn behandelaar de risico's en de potentiële voordelen van een interventie afweegt. En men weet dat hoe hoger de plaats van de vernauwing, dus vernauwing in de bekkenslagader bijvoorbeeld, hoe beter de resultaten van een dotterprocedure zijn. Welk idee ook leeft bij veel vaatchirurgen, was dat looptraining minder goed werkt bij vernauwing van de bekkenslagader. Maar voor dat laatste is eigenlijk geen goed bewijs, dus zijn we daar zelf naar op zoek gegaan in hoofdstuk 6 en 7 in de zogenaamde ELECT-studie, die in 10 grote vaatchirurgische centra in Nederland liep. En waarbij we hebben gekeken naar wat is het effect van de locatie en de uitgebreidheid van de vernauwing op het resultaat van gesuppuseerde looptherapie. We vergeleken patiënten met een vernauwing in de bekkenslagader met patiënten met een vernauwing in het bovenbeen of de knieslagader. Die we behandelden volgens de richtlijn, dus 6 maanden lang gesuppuseerde looptherapie en een eventuele interventie of invasieve behandeling als dat nodig werd geacht. En we keken naar de resultaten op loopafstand en kwaliteit van leven. En zagen daar geen verschil tussen beide groepen van vernauwing. Waarbij wel moet worden gezegd dat ondanks dat er geen verschil werd gezien, alsnog de patiënten met een vernauwing in de bekkenslagader 2 keer zo vaak een dotter kregen. In deel 2 zagen we dat wanneer gesuppuseerde looptherapie wordt verkozen boven invasieve behandeling, dat dit leidt tot een kostenbesparing zonder nadelig effect op de kwaliteit van leven. En dat alle patiënten met claudicatio intermittens eerst een gedegen conservatief traject dienen te doorlopen voordat een invasieve behandeling wordt aangeboden, ongeacht de locatie of uitgebreidheid van de stenose of de occlusie. En dan geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Zeer heldere uiteenzetting. Goed te volgen. Voor mij natuurlijk als oud-vaatchirurg is dat geen probleem, maar ik neem aan dat ook de zaal het een beetje heeft kunnen volgen. En dat is toch de bedoeling van dit praatje. U hebt bovendien mooi een minuutje overgelaten voor een oppositie. Dus wij zitten ook ruim in ons jasje. De oppositie wordt geopend door professor Prins. Hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie en zijn leeropdracht is die van klinische epidemiologie aan deze universiteit. Professor Prins. Meneer de prorector, geachte promovendus, alvorens ik met mijn vragen begin, wil ik u feliciteren met de productie van een zeer fraai uitgevoerd boekje met heldere uiteenzettingen in de verschillende hoofdstukken, waarbij een enorme hoeveelheid aan technieken wordt gebruikt, van registraties tot netwerkmeta-analyses en kosteneffectiviteitsanalyses. Dat is voor een epidemioloog altijd een grote bron van vragen. En uiteraard wil ik ook uw begeleiders laten delen in het tot stand komen van dit hele fraaie boek. Dus ook aan hun de felicitaties. Maar nu mijn vragen. In hoofdstuk 3 heeft u het over het minimale, important, belangrijke verschil van absolute en functionele claudicatieafstand. En u noemde net al iets heel vreemds eigenlijk, dat iemand die verbetert zichzelf toch vindt verslechteren. Terwijl je objectief verbetering ziet. Kunt u dat uitleggen? Hooggeleerde, wat is daar het mechanisme van? Hooggeleerde opponent, dank voor de vraag en ook voor de hartelijke felicitatie voor mijn proefschrift.
Het is inderdaad een opvallend resultaat dat bij numerieke verbetering patiënten toch het idee hebben dat ze verslechteren. Ik heb dat in het artikel proberen te duiden door het feit dat patiënten toch een forse inspanning leveren om dat resultaat te bereiken. En ze wellicht niet tevreden zijn met de grootte daarvan. En bij het voorbereiden op deze oppositie kwam ik nog onderzoeken tegen waarbij blijkt dat zelfs als je niets doet, de loopafstand vooruit gaat. Het is op een loopband gemeten. En het feit dat patiënten al kunnen wennen aan de testomstandigheden van die loopband kan een rol spelen in dat, dat er een vooruitgang te verwachten is, zelfs zonder behandeling. Oké. Niet zo dat ze misschien tussendoor wat beter waren en aan het eind weer wat minder werden? Dat zou ook een goede verklaring kunnen zijn. We weten dat als je loopbandtests op korte afstand van elkaar uitvoert, dat er ook een redelijke variabiliteit in de metingen zit. Misschien is dat ook een verklaring dat we geen goede overeenkomst vonden tussen de drie verschillende methodes die we hebben gebruikt. Dus dat ben ik met u eens, dat zou kunnen. Mm-hmm. Ja, ik denk zelf altijd aan regression to the mean. Je hebt de patiënten kennelijk op een heel slecht moment getroffen. En dan, ja, regression to the mean geeft aan dat je dan, als je de slechte eruit haalt, dan zal het gemiddeld wel wat beter zijn, want er zit variatie in. Dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Denkt u dat ook als mogelijkheid? Of zegt u, regression to the mean zien we niet? Dat zou kunnen. We hebben ook bepaald type figuren gebruikt om de metingen afzonderlijk van elkaar uiteen te zetten. En daarin zag je dat er ook op het moment dat er bijvoorbeeld de loopafstand hoger was, dat de verschillen verder uit elkaar gingen lopen. Dus dat zou kunnen passen bij wat u zegt. Oké, ja, dat is een hele eenvoudige verklaring. Ik hou van eenvoudige verklaringen. Iets anders. In in datzelfde hoofdstuk schrijft u heel letterlijk als resultaat voor de ACD en de FCD, absolute en functionele claudicatieafstand, is het 305 meter en 147 meter voor verslechtering. En voor de andere is het 250 en 120 voor verslechtering. Nu kan ik me voorstellen dat iemand die bij de eerste test een kilometer loopt, met die 250 meter niet zo blij is, maar iemand die de eerste keer maar 100 meter kan lopen, met zo'n 250 meter heel blij zal zijn. Dus mijn vraag is, waarom heeft u naar absolute afstanden gekeken en niet naar relatieve verbeteringen? Goede vraag. Ik denk dat inderdaad de percentuele verbeteringen interessante resultaten hadden kunnen bieden. En ik denk ook niet dat de kracht van zo'n minimally important difference erin zit om voor de individuele patiënt een uitspraak te kunnen doen over wat hij of zij nou zinvol vindt. Want dat kun je de individuele patiënt eigenlijk gewoon vragen. Maar dat het meer geschikt is om op groepsniveau te kijken. Om een inschatting te geven van wanneer je een onderzoek doet. Of de verandering die je hebt gevonden ook daadwerkelijk zinvol zal zijn voor een groot deel van de patiënten. Dus u ziet het echt als een, hoe heet het, als een methode voor onderzoekers en niet zozeer iets voor de kliniek? Nou, voor de directe kliniek van één op één zorg denk ik inderdaad minder. Ja. Ja. Oké, laten we het dan nog even over die relatieve hebben. Want de loopafstand, als ik zo alle plaatjes zie in uw hoofdstuk, die is niet echt normaal verdeeld. Je ziet echt dat er een, uiteraard onder de nul kan die nooit komen. Maar je hebt een gemiddelde met een enorme uitloper aan de ene kant en eigenlijk weinig uitlopers aan de andere kant. Maakt dat niet de gebruikte statistiek waardeloos? U bedoelt in hoofdstuk 3 specifiek? Ja. Ik moet zeggen dat ik mij niet direct herinner of ik een toets heb gebruikt die geschikt is voor normaal verdeelde zaken. Maar volgens mij zitten er gebruik de standaard definitie. Dus het zou inderdaad kunnen. Laat me het even opzoeken. Ja, zoek het op. Ja, ik zie dat er een dat ik wel heb gekeken of het normaal verdeeld is of niet. En dan de mediaan heb gepresenteerd. Ja, u presenteert wel de mediaan en de interkwartielrange. Maar naar mijn idee
Is de statistiek gebaseerd op de gemiddelden? En ja, dat zou dan in principe wat minder zijn. Mm-hmm. Ik denk dat u een eenvoudige logtransformatie had kunnen gebruiken. En dan heb je eigenlijk gelijk alles relatief. Maar dat is misschien leuk om nog een keer te proberen op. U heeft de data waarschijnlijk helemaal gereed en kunt dat gewoon eventjes doen, denk Zeker. Ik. Zeker. Oké, dan dank ik u voor uw antwoorden. En ik wil het woord teruggeven aan meneer de prorector. Dank u wel, professor Prins. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Vaal. Hij is vaatchirurg in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. En ook hij is een klinisch epidemioloog, net als professor Prins. Alleen de ene is helemaal beroepsmatig en de ander doet het er een beetje bij. Ja, beste promovendus, hartelijk dank voor de mogelijkheid om vandaag van gedachten met je kunnen wisselen. Het is me een eer om vanuit die ranzige randstad helemaal dit prachtige zonnige zuidentrein nog eventjes een lekkere Limburgse fluipe vrijtof te kunnen nuttigen voordat ik hier kwam. Je hebt ook een mooi stukje werk geleverd, ook felicitaties aan de ouders voor het mooie werkje van de zoon. Alle ingrediënten, het is al genoemd, met alle soorten statistiek die er zo'n beetje te vinden is. En ook vanuit de voor je begeleiders, dat zijn ook niet de eerste de beste natuurlijk die je hebt. Maar, dankzij je proefschrift raken we 5 van deze mensen, raken de 3 straks werkloos. Want we hebben niks meer te doen, wij mogen niks meer. Dat is een feit, wat je dus eigenlijk zegt. Hè. We moeten gewoon stoppen met alles wat we leuk vinden. De ziektekostenverzekeraars kijken mee, maar die denken van, hé, dat is kosten. En ze roepen dus wel dat we met gedeelde besluitvorming aan de slag moeten met patiënten, maar als het puntje bepaald komt, moeten we gewoon tegen patiënten zeggen wat ze moeten. En daar zit ik een beetje mee. Dus ik ga toch een beetje op de kliniek. Wat betekent dat nou voor mij in de praktijk? En ik wilde eerst even voortbeduren op mijn buurman, maar ik ga toch liever eerst naar hoofdstuk 5. En ik ga, dat is dat kosteffectiviteitsonderzoek. Want ik dacht dat de epidemioloog daar moeilijke vragen over zou stellen, maar blijkbaar heeft hij die voor mij bewaard. Dus wat mij dus opvalt. En dat is met name die figuur, dat is figuur op bladzij 88, dat is die plane die gemaakt is. Je standaardbehandeling is de dotter en uw experimentele behandeling is de set, klopt dat? Dat is een vergelijking die we hebben gemaakt, inderdaad. Dat is, dus je kunt zeggen als je dat plaatje ziet, dat dus alles wat rechts onderin zit, is, dan is de set eigenlijk beter. En goedkoper, maar helaas zit het aan de andere kant. En ik hoor u net zeggen dat de kwaliteit van leven niet verschilt. Ja, er staat wel in de tekst dat het niet significant verschilt. Maar in zo'n cost-effectiveness plan maakt dat niet meer uit. Dan is het toch wel een beetje dat je moet concluderen dat het de kwaliteit minder is. En nu probeer ik bij je los te futselen of dat komt door de manier waarop je dus geanalyseerd hebt. Want je hebt alle claudicanten hebt op 1 hoop gegooid. En nu ga ik eens eventjes terug. Je vader, hè? Wie is de vader? Er zit een man die de vader is. Daar bent u. Gefeliciteerd. U bent meneer Koen. U bent getrouwd met mevrouw Dieneke. Ik heb geprobeerd deze vragen op een vrouw te laten betrekken, maar ik kon niet zo gauw een beroep vinden voor vrouwen waar je snel last van je benen gaat krijgen. Maar dat kan aan mij liggen. Maar ik neem even, stel dat u glazenwasser bent. En je hebt een eigen bedrijf, je bent 55 jaar en je kunt je werk niet meer doen vanwege jouw claudicatie. Je kunt de ladder niet meer op, je durft niet meer. En dan kom je bij de dokter en dan zeg je, dokter, ik heb zo last van mijn benen en het is op basis van, nou, dan moet je maar stoppen met roken, je krijgt een paar pillen. Maar je moet naar de fysiotherapeut 3 keer in de week. En dat is overdag, maar je kunt je werk niet doen. En dan vraag ik me af, kijk, de kosteffectiviteit voor claudicatio, je hebt een mooi bedrag van 40.000 euro genomen. Ik denk, ja, je gebruikt in Nederland 80.000 euro voor mensen die gewoon op sterven naar dood zijn, die je kunt redden, waar je leven kunt redden. Maar 20.000 euro is denk ik meer geëigen voor claudicanten, want het is niet zo'n ontzettende ziektelast. Maar dan nog, denk ik van, je gaat tegen die patiënt, ik ga tegen je vader zeggen, Koen, jammer dan, je gaat eerst naar de fysiotherapeut. Maar dan kan ik mijn bedrijf niet meer uitoefenen. Dan denk ik van, dan heb ik 2 vragen. Heb je nagedacht nog over een subgroep van mensen die je misschien wel direct zou kunnen behandelen? En waarom heb je in je kostenefficiëntieonderzoek alleen maar naar de gezondheidskosten gekeken en niet naar maatschappelijke kosten? Want als iemand zijn bedrijf niet kan uitoefenen, dat kost heel veel geld. Met andere woorden, hou ik toch niet een heel klein beetje werk nog.
Zeer geleerde opponent, dank voor deze mooie vraag. En dank voor de felicitaties aan mij en mijn promotiecommissie. Als ik uw vraag heel kort zal proberen samen te vatten, bedoelt u welke indicatie voor een directe dotter blijft er eigenlijk bestaan als we de data kijken die in het proefschrift... Ik kijk naar je stellingen. Stelling 4 zegt, je moet iedereen beginnen met looptraining. Ja. En dat zegt de ziektekostenverzeker ook tegen mij. Hè? Ja. Ik krijg een brief van, u hebt gewoon bij 80% van de mensen die u hebt... Of 20% van de mensen niet eerst looptraining geven, dan zeg ik, ja, dat is niet zo. Dan ga je dus die mensen nakijken. Staat wel genoteerd, heeft looptraining gehad, maar ze hebben het niet gedaan. Ja. Of de ziekelijke verzekeraar, ze hebben het niet goed geregistreerd. En weet ik veel. Er zijn allerlei redenen dat mensen toch de looptraining niet doen, maar dat is de praktijk. Ja. Maar hoe ga ik er nou mee om? Nou, ik denk dat we er ten eerste voor moeten waken dat we de patiënt die inderdaad zelf in eerste instantie vaak niet gemotiveerd is om voor looptraining te gaan, dat we daar te snel in mee moeten gaan. Want we moeten niet vergeten dat, hoe klein de risico's bij een dotterprocedure ook zijn, dat ze er wel bestaan. Een mortaliteit voor een ingreep die potentieel vermeden kan worden door simpelweg 3 tot 6 maanden een traject looptraining te proberen, dat is zonde. En bovendien komt er steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat als je in claudicanten vroeg interventioneel bezig gaat, dat leidt tot een verslechtering van het been, tot zelfs kritieke ischemie en amputatie tot gevolg. En dat is iets waar de kans, wanneer het normale ziektebeloop gezien wordt, eigenlijk maar zeer klein op is. Dus ik denk dat zijn dingen die je mee zal moeten nemen in het gesprek dat je met de patiënt voert om hem te overtuigen om eerst looptraining te proberen. En ik ben met u eens dat er zelfs dan een categorie patiënten overblijft die zeer gemotiveerd zijn om toch direct de risico's van een interventie te ondergaan. Door de factoren die u noemt, wellicht het werk of omdat ze plotseling veel slechter vooruit kunnen. Of simpelweg hun doel veel verder ligt dan alleen naar de supermarkt kunnen lopen omdat ze nog de wandelvierdaagse kunnen doen. En dan denk ik dat het redelijk is om bij sommige patiënten af te wijken van die richtlijn, wat ook gebruikelijk is bij richtlijnen. Maar dat we hebben gezien dat op basis van de kosteffectiviteit, we hebben gezien dat je voor de gehele groep zal moeten proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van deze behandeling. Dat is dus mijn probleem. Je hebt een kosteffectiviteitsonderzoek gepresenteerd voor de gehele groep, maar dat zegt me niks. Want er is ook een groep mensen die gewoon ernstig geïnvalideerd is en die gewoon hun werk niet kan doen. Hoe vallen die in dit soort planes? Hè? Het zijn natuurlijk allemaal simulaties, dat weet ik, maar het is een gemiddelde simulatie. Hè? En dan denk ik, ja, de individuele patiënt heeft er lak aan. Die denkt van, ik kan mijn geld niet meer verdienen. En in die economische evaluatie, dat is mijn andere vraag, heeft hij niet overwogen om toch een economische evaluatie mee te nemen in die qualies? Want het is, de gezondheidszorgperspectief is, maar ja... Ja, we hebben dat zeker overwogen. Alleen in de data, de twee prospectieve studies die we hadden, zaten die gegevens niet. Er is niet bijgehouden hoeveel werkuren er zijn ingeleverd, hoeveel lichtdagen, wat de parkeerkosten in het ziekenhuis zijn geweest. Want dat zijn dan dingen waar je allemaal naar moet gaan kijken. Wat we wel hebben gedaan is in de laatste hoofdstukken van het proefschrift op zoek gegaan naar welke determinanten nou wel een nadelig effect op de uitkomst van looptraining. Mogelijk zijn dat patiënten met een verhoging in de bekkenslagader of de jonge patiënt of de patiënt die zeer matig een hele lage enkelarmindex heeft. En daar zagen we eigenlijk geen sterke voorspellers voor zowel loopafstand, kwaliteit van leven en de voorspellers die we zagen voor een vroege interventie. Dat waren juist misschien meer doktergerelateerde factoren, zoals waar de vernauwing zit en het afwezigheid van risico's ervan. Ik heb nog een minuut, want dan ga ik je gelijk even vragen. Want ik kan in jouw tabel, en dat staat of in uw, ik moet uw zeggen, ik ben Amsterdammer, sorry. Het moet hier. In uw tabel staat dus dat de mensen met ernstige claudicatie veel meer kans hebben uiteindelijk toch een dotter te krijgen. In welke tabel bedoel je? Dat is voor de kosteffectiviteitsanalyse is dat tabel S3. Nee, wacht even. Ik denk dat u doelt op de verschillende sensitie. Nee, de tabel S2. Dus ja, ik vertel ook tegen mijn patiënt, de kans dat u een interventie krijgt is ongeveer 10%. Maar het is voor iemand met ernstige claudicatie is al 14% in uw tabel ook. Ja. Dan ga ik nog even weer terug naar die minimally important difference. Want daar staan heel veel mensen die niet tevreden zijn of niet vooruit gegaan zijn. Dat is meer dan die 13% al. Dus ik vraag me af wat dat voor groep dan ook is geweest. Maar ik denk dat ik geen tijd meer heb voor die... Het is een groep mensen die gewoon absoluut niet tevreden is en die kun je van tevoren voorspellen.
Nou ja, we zien inderdaad 14% kans op een interventie, maar om in het extreme te trekken, om dan vervolgens bij 86% van de mensen die geen interventie nodig hebben in diezelfde groep te zeggen, we gaan toch meteen een interventie doen. Ik denk niet dat je dan goede zorg levert voor de patiënt op lange termijn. Oké. Dank de prorector. U geeft het woord terug aan mij. Geef het woord terug. Dank u wel, dokter Vaal. Dan wordt nu de positie voortgezet door professor Van Sambeek. Hij is ook vaatchirurg aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. En hij is ook leraar aan de Technische Universiteit in die stad op het gebied van de Application of Engineering in Vascular Surgery and Endovascular Therapy. Hij was ook lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Professor Van Sambeek. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, ik wil u graag feliciteren met het uitbrengen van uw proefschrift. Een prachtig proefschrift, zoals al genoemd is, maar wat verwacht je ook met een promotor en een co-promotor die hier naast me zitten? Daarvan weten we, daar komen mooie proefschriften van. En ik wil de beide heren dan ook van harte meenemen in de felicitaties. Ik wil graag met u discussiëren over hoofdstuk 4. En dan wil ik aan u vragen, of tenminste of een van de paranimfen stelling 2 zou willen voorlezen. Yes. Stelling 2 zei u. Supervised exercise therapy and home-based exercise therapy lead to substantial increases in daily physical activity levels in intermittent claudication patients in the short term. Ja, substantial. Dat is veelbelovend. In uw conclusie van het artikel zegt u, deze studie leads to a moderate short-term effect. Dan wordt het al een stukje afgezwakt eigenlijk. Want moderate short-term, dat betekent nou, ja, er zit een verschil, maar we kunnen het eigenlijk niet meer noemen. Waardoor komt dat, denkt u? En waarom heeft u twee verschillende vormen van uitdrukking gebruikt? De ene substantial, dat lijkt nogal wat, en in het artikel eigenlijk wat moderate. Hooggeleerde opponent, dank voor de felicitaties en voor deze vraag. Het is inderdaad zo, en dat ligt misschien in de aard van een stelling, om een wat sterkere taal te gebruiken dan in een voorzichtig wetenschappelijk artikel. De moderate improvement was eigenlijk gebaseerd op het gestandardiseerde gemiddelde verschil wat in de studie als hoofdeindpunt is gebruikt. Dan spreek je van een moderate verschil, maar als dat vervolgens omgerekend werd naar het aantal stappen per dag, bleek dat om 800 stappen extra per dag te gaan. Terwijl die patiënten gemiddeld genomen bij baseline, dus aan de start van de behandeling, zo'n 3000 stappen maar liepen. Waar het advies vanuit het ministerie van Volksgezondheid is om 10.000 stappen per dag te lopen. Dus dat is een ontzettend sedentaire populatie en daar is een verschil van 800 stappen, in mijn ogen een forse vooruitgang. Zeker omdat we weten dat soort patiënten moeilijk te beïnvloeden zijn met leefstijladviezen. U doet die studie omdat zeg maar die activiteit, die grotere fysieke activiteit, leidt tot een beter leven en een vermindering van de mortaliteit en cardiovasculaire events. Maar daar hebt u niet naar gekeken. U kijkt naar bewegingen, ongeacht welke pedometer gebruikt u. Ik moest even opzoeken waar die voor was. Maar, en dan een accelerometer. Dat meet een beetje ongedifferentieerde bewegingen van het lichaam. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Het is eigenlijk een soort proxy voor wat je echt zou willen meten. En dat is namelijk keiharde uitkomsten. We weten van deze patiëntenpopulatie dat na 5 jaar er een risico is op overlijden binnen 5 jaar van 20%. En dat zijn juist aan herseninfarct, hartinfarct. Dus dat is een vrij ernstige mortaliteit. En juist dat soort uitkomsten, die zou je willen verbeteren. Maar daar is gebleken helaas de literatuur nog niet voor aanwezig. En dat hopen we zelf door het voortzetten van de ELECT-studie na 2 en 5 jaar terug te kunnen zien. Hoewel dat geen vergelijkende studie is natuurlijk. Maar als je een short-term effect hebt met gestructureerde looptherapie, dat betekent natuurlijk helemaal niks op cardiovasculaire events. Als je 3 maanden door de fysiotherapeut een beetje wordt opgejaagd en daarna val je weer terug tot hetzelfde niveau als de mensen die gedotterd zijn of die de home-based therapie hebben gehad, dan ga je natuurlijk helemaal geen cardiovasculaire winst vinden.
Dat is ook een interessante. We hadden gehoopt op de wat langere termijn data te vinden. Er was één studie met data tot 2 jaar, wat wel een positief effect liet zien van looptraining. En 2 studies die ook op 1 jaar data hadden, maar die eigenlijk of geen effect of een klein effect lieten zien. Dus ik ben het met u eens dat het juist gaat om het volhouden van die gedragsverandering. En dat we daar nog op basis van de huidige literatuur geen valide uitspraak over kunnen doen. Oké, dank u wel. Ik ben tevreden met uw antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan meneer de prorector. Dank u wel, professor van Sambeek. Ja, dan gaan we nu over naar de opponenten die dat boekje niet al maanden of weken van tevoren hebben gezien, maar het recent hebben ontvangen. Klopt dat? Een maandje geleden of zo hebben ze rondgestuurd. Dat zal zijn, ja. Dus die mensen die kijken dan met een recentere blik naar. Dat is allereerst dokter Lauret. Hij is vaatchirurg in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Ja, ook allereerst mijn felicitaties aan u als promovendus met een fantastisch proefschrift. En ook aan het promotieteam. Wederom een heel kwalitatief goed boekje met allemaal stukken die ook echt weggezet zijn in vaatchirurgisch internationale toonaangevende tijdschriften. Dus dat geeft wel aan dat het de kwaliteit zeker goed is van de gekwalificeerde stukken. Natuurlijk heb ik het goed bestudeerd en heb ik ook een paar vragen daarin kunnen ontdekken. Ik wil even meenemen naar pagina 128 van hoofdstuk 7 is dat. En daar heb je een flowchart van het inclusieproces van de ELECT-studie. En dat is een prospectieve cohort-studie die je beschrijft in hoofdstuk 7. Waarin je dus kijkt naar wat het effect is op, van looptherapie op de verschillende locaties van waar de stenose zit in de benen. Wat me eigenlijk opvalt is dat je 439 mensen benadert om mee te doen aan de studie. En uiteindelijk, als ik het zo zie, want er vallen er heel veel mensen af, en ook vanwege allemaal verschillende redenen, dat ze niet kleine kans dat ze geen adherence hebben, dat informed consent niet ingevuld is, et cetera, et cetera. Uiteindelijk blijven er maar 297 mensen over die geïncludeerd worden. Dat is bijna een derde van de mensen die afvalt, zeg maar. Wat is de verklaring daarvoor? Is uw studie zo moeilijk? Is de vraag, de inspanning voor de patiënten zo veel? Want als ik dat in de studie teruglees, valt dat volgens mij ook wel mee. Want het worden eigenlijk allemaal door de fysiotherapeuten testen afgenomen. Inclusief een vaatonderzoek, wat misschien wellicht, weet ik niet, standaard in uw praktijk is. Kunt u daar een verklaring voor geven? Of ligt het meer aan de patiëntcategorie? Zeer geleerde opponent, dank voor de felicitaties. En voor deze vraag. Het is een gegeven waar ook veel van de reviewers van het tijdschrift over vallen. En het heeft eigenlijk 2 oorzaken, denk ik. Het zal deels aan de patiëntcategorie zijn, want we zien dat onderzoek in deze patiënt met claudicatio intermittens eigenlijk maar zeer moeilijk inclusies vol krijgt. En wat dat betreft spreekt het denk ik wel voor deze studie dat we binnen 1 jaar aan het aantal patiënten zaten wat we nodig hadden voor de analyses. Maar als je kijkt naar verschillende grote gepubliceerde onderzoeken, dan zie je dat de inclusie vaak jaren duurt en dat ook een heleboel patiënten in de tussentijd afvallen. Dus het zal zeker deels liggen aan de motivatie van de patiënt, maar ook aan de methodologie die we hebben gebruikt om patiënten te benaderen. We hebben in veel ziekenhuizen gezeten en laagdrempelig werden patiënten opgestuurd. Ook vaak door vaatchirurgen die niet precies de inclusiecriteria voor ogen hadden. Dus daar zien we een grote groep wegvallen. Maar het blijft wel een belangrijke limitatie, denk ik, in de conclusies, of we niet een hele geselecteerde groep patiënten nu zien. Nou denk ik dat voor de vergelijking die we maken tussen vernauwing in de bekkenslagader en de slagader van de benen niet direct een grote impact heeft. Omdat we kijken naar het verschil tussen die 2 en niet naar het absolute effect van looptraining tegenover een andere therapie. Nou, ik vraag het omdat het precies wat u zegt, hè, ik ben helemaal met u eens dat er een trend is in alle literatuur dat inderdaad het geval is. Hè, wellicht ligt het aan de patiëntcategorie. Ik denk dat ik dat misschien ook wel een beetje herken van in de spreekkamer. Hè? Van mensen te motiveren. En het begint allemaal met intrinsieke motivatie. En lifestyleverandering is nou eenmaal meer dan even die dotterbehandeling. Mm-hmm. Maar ik vond het dan ook wel grappig om te lezen in uw stelling, in stelling 5. Dat u een reviewer heeft gehad in de Annals of Surgery, toch een vrij gerenommeerd tijdschrift. Die zegt, ik vind het een interessant stuk wat u schrijft, maar ik ga toch nog steeds dotteren.
Zou dat een verklaring kunnen zijn dat die voor wat wij net hier constateren? Dat zou kunnen. We hebben geen direct zicht op hoeveel patiënten er per centrum zijn gekomen met claudicase intermittens. Dus welk percentage we hebben gezien dat uiteindelijk in onze studie zou passen omdat ze looptraining kregen. We hebben wel de indruk dat de centra in Nederland inmiddels, ook omdat we zien dat reeds in 2017 eigenlijk al 87% van de patiënten direct wordt verwezen voor looptraining, alvorens een interventie wordt overwogen. Dus we hebben wel de indruk dat dat percentage niet heel hoog kan zijn. Helaas kan ik dat niet onderbouwen met objectieve gegevens. Dan heb ik nog een andere vraag. Dat gaat over stemming 4 en wellicht dat een van de paranymfen, wellicht de andere paranymf die ze even wil voorlezen voor het publiek. All intermittent claudication patients should receive a trial of supervised exercise therapy before invasive treatment is considered, regardless of the location or extent of the stenosis. Ik heb daar even een vraag over, want ik snap hem wel. Het is denk ik ook gangbaar zoals we dat in Nederland doen. Tenminste, dat doe ik in ieder geval wel en ik denk al mijn collega's hier naast me ook. Want het gaat mij erom, all intermittent claudication should receive in ieder geval een periode van looptherapie. En ik wil u vragen, er is natuurlijk een paar jaar geleden in de JAMA een studie verschenen, de ERASE trial, ook van Nederlandse bodem, multicenter RCT, dus goed bewijs, waarin verschenen is dat een combinatie, dus eerst exercise therapy met looptraining versus looptraining alleen, leidt tot een hogere, een langere maximale loopafstand van volgens mij 500 meter of iets rond die koers. En na een jaar neemt dat overigens wel iets af. Kunt u argumenten verzinnen waarom we toch daar niet aan mee moeten doen? Of waarom we toch eerst die looptraining eerst zouden moeten doen? Ja, die studie is een van de oorzaken geweest dat we zijn gaan kijken naar, kunnen we nou patiënten selecteren waarvan we bij voorbaat al zeggen looptraining werkt daar minder van. En we hebben locatie van ziekte als hoofdonderwerp genomen in hoofdstuk 6 en 7. Maar hebben ook alle andere factoren die we hebben gemeten ook meegenomen daarin. Een belangrijke kanttekening bij de resultaten van die studie is inderdaad dat op 1 en 2 jaar de verschillen tussen beide behandelingen volledig verdwijnen. Dus dat patiënten die aanvankelijk met looptraining zijn begonnen even goed uit de bus komen als patiënten die direct een interventie hebben gehad. En om zomaar zonder dat we een goed selectiecriterium hebben, wat we zagen in hoofdstuk 8, een hele groep patiënten direct een interventie aan te bieden, levert hoge kosten op. Maar voor de patiënt zelf zien we uit steeds meer onderzoek ook slechtere uitkomsten voor het been. Zoals ik al eerder aanhaalde, met vaker verslechteren van de situatie naar kritieke ischemie. Met zelfs meer amputaties tot gevolg. Dus zolang we geen goed criterium hebben, en ik denk dat we dat misschien ook niet meer gaan vinden, zullen we toch eerst looptraining moeten geven. En dan kijken welke patiënten uiteindelijk nog een interventie willen nadien. Ja, dus als ik nog heel even tijd heb. De grootste voordeel van looptherapie is natuurlijk ook de lifestyle change die we in ieder geval propageren daarin te doen, hè, met de fysiotherapeuten. Het is in uw hoofdstuk 4 heeft u natuurlijk dat u ziet dat die fysieke activiteit dat stijgt. Hè? Weliswaar een aantal stappen, maar je moet ergens meten natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Maar met die endovasculaire revascularisatie is het volgens mij iets van 800 stappen versus iets van 700 stappen. Dat is dan ook niet echt een heel groot verschil. Ja, die 700 stappen werd helaas niet statistisch significant. Dus of we dat mogen aannemen als een daadwerkelijke verbetering, dat mag denk ik volgens de regel niet. Dus daarmee denk ik dat die vergelijking niet helemaal zo te trekken valt. Wel is het zo dat het voor te stellen is dat een patiënt die bij de fysiotherapeut is geweest en waar veel aandacht is geweest voor die leefstijlverandering, daar beter mee aan de slag is dan een patiënt die een interventie heeft gehad en al ver kan lopen en dan vervolgens bij de fysiotherapeut denkt, wat doe ik hier nog? Oké, ik ben tevreden met de antwoorden van de promovendus en ik geef het woord terug aan uw prorector. Dank u wel, dokter Loret. Dan wordt de oppositie voortgezet door professor Mures. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan deze universiteit. Hij is vandaag bovendien secretaris van de promotiecommissie waar we allemaal in zitten. Professor Mures. Waarvoor dank, meneer de prorector.
Meneer de kandidaat, dankzij uw eerste promotor ben ik nu helemaal bedreven geraakt in de claudicatio. Het is nu uw derde promotie uit Catharina, volgens mij, die waar ik iets als huis als over mag zeggen. Dus ik hoop dat we een leuk gesprek daarover kunnen hebben. Ik zag dat u Michelangelo adoreert, het beeld Schiavo Atlante, wat eigenlijk naar de hand, hè, Schiavo is geworden, slaaf. Hè. Maar eigenlijk in het begin van de 1500 zoveel heette het prigione en dat betekent gevangenen. Dus mijn eerste vraag is, voelt u zich een gevangene of een slaaf van uw eigen promotietraject? Hoogleraar Van Hemd, dank voor de felicitaties en voor de vraag. Ik denk dat de verlossing heel zoet zal smaken zo dadelijk. Maar ik ben nog gevangene, nog slaaf van mijn promotietraject. Ik heb me veel plezier gedaan. Nou, ik heb heel veel genoten van in ieder geval uw illustratie. En die kunsthistorici zijn het niet over eens. Aan de zijkant is het vrij vaak. Maar de voorkant is heel duidelijk. Dus ik hoop dat we ook vanmiddag enige voortgang kunnen bereiken. En waardoor ik door uw proefschrift geïnspireerd was, maar dat was ook, want u doet het nogal met de andere twee die ik heb geopponeerd, die zitten ook in dit proefschrift, zag ik. Dus daar zit nog wel heel wat team science zit hierin. En waar ik door gefascineerd raakte, is uw nadruk op niet zozeer op het kunnen van de mens te vergroten, maar het doen van de mens, hè, de fysieke activiteit te verhogen. En dat is natuurlijk, als huisarts is dat mijn dagelijkse vak. En ik had een casus van een mevrouw die in een flyerwinkel werkt en met een elektrische fiets heen en weer gaat naar haar winkel. En als ik haar vraag, beweegt u? Ja, ik beweeg de hele dag, zegt u. Dus hoe kunnen jullie als vaatchirurgen nu een betrouwbaar beweeganamnese afnemen als mensen zo zeggen van, nou ja, ik verhul het een beetje. Wat zou ik mijn praktijkondersteuners en mijn fysiotherapeuten kunnen aanraden? Wat is nou een goede anamnese om dat beweegpatroon, gezien ook het verhullende, wat mensen daar vaak over hebben? Of het ontkennende misschien? Ja, ik denk dat het een terecht punt is dat wij als vaatchirurg in de spreekkamer eigenlijk heel weinig zicht hebben op wat een patiënt nou daadwerkelijk thuis doet. We zien ook als een patiënt verwijzen voor looptraining, en hij komt terug en zegt, nou, ik ben eigenlijk niet vooruit gegaan. En vervolgens kijk je de brief van de fysiotherapeut, dan zie je honderden meters vooruitgang. Mm-hmm. Wel eens. Dus ik denk dat het voor een vaatchirurg heel erg moeilijk is, ook omdat je patiënt eigenlijk maar kort ziet. En dat deze patiëntencategorie, zolang die conservatief behandeld wordt, ook het beste thuis is bij de huisarts, die de patiënt vaak beter kent, of de fysiotherapeut. We hebben zelf in navolging van de onderzoeken in deel 1 onderzoek gedaan naar methodes om beweging te meten in de eigen omgeving met een smartphone. Dat is helaas om uiteenlopende omstandigheden niet vruchtbaar geworden. Maar ik denk dat daar heel wat in zal zitten in de toekomst. In die, ja, dat snap ik. In die blended care met een e-health applicatie. Ja. Maar ik zag in uw cv dat u nogal aan schooling van fysiotherapeuten gedaan hebt. Zou zo'n fysiotherapeut dan, want u hebt, ik snap op uw polykliniek, je hebt er weinig tijd voor, kent de mensen misschien nauwelijks. Hoe zou zo'n fysiotherapeut dan zo iemand in kaart moeten brengen? Dus ik zie mijn fysiotherapeut heel vaak kijken van, nou, heeft iemand überhaupt de capaciteit of bewegingsangst, et cetera, maar hoe, Waar zou die op moeten letten? En bedoelt u dan op objectief hoeveel een patiënt beweegt of wat hem tegenhoudt om? Ik snap wat u bedoelt. Meer om in die beeld te krijgen van wat is het voor mensen en hoe kan ik hem in beweging krijgen? Wat zijn zijn belemmeringen? Wat zijn barrières bij deze specifieke persoon? Ja. Ja, onderdeel van de opleiding eigenlijk wat claudicatie met fysiotherapeuten krijgen zijn motiverende gesprekstechnieken. Dus ik denk dat ze daar veel aan hebben om te achterhalen wat de patiënt belemmert en hoe ze daarin vervolgens te stimuleren om dat te verbeteren. Ja. Ik zie in mijn dorp vooral mannen rondlopen, waarvan ik weet dat het claudicanten zijn. En dan valt me toch steeds op dat iedereen op een andere manier loopt. En toen zei mijn fysiotherapeut, ja, loophouding is ook belangrijk. Hebt u daar ook adviezen over? Over manier van lopen? Manier van lopen of afwikkelen van?
Heb ik zelf in mijn onderzoek geen... Die heb je niet onderzocht, dat is een goed antwoord, ja, ja zeker. Ja. Ja. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen, geen bewegingswetenschap. Ja. Nee, dat is waar, dat is klopt. Dus die rol, u gaf het zelf eigenlijk al aan, meer bewegen, hè, meer stappen, dan 800 stappen als je 3000 doet. En dat is natuurlijk om cardiovasculaire events te voorkomen, maar ook om het cardiovasculaire risico te beïnvloeden. Zijn er nog andere dingen dan pillen geven en statines en bloeddrukverlaging en meer bewegen dat je specifiek zou kunnen doen? De belangrijkste natuurlijk, maar ik neem aan dat u dat in datzelfde rijtje gaat, is stoppen met roken. Mm-hmm. Wel weten we dat patiënten die moeite hebben met lopen, dat geen fijne manier vinden van bewegen. Dat het daar mogelijk even effectief is om te fietsen of met armbewegingen te doen. En bent u bekend met studies die zeg maar ook invloed hebben aangetoond van het minder zitten op het cardiometabole profiel? Ja, er zijn een aantal... Want mensen zeggen, je moet, hè, dat is een Japanse, het heeft helemaal niks te maken met de gezondheidsraad. En een Japanse, iemand heeft gezegd, je moet 10.000 stappen per dag doen. Dat is gewoon out of the blue. Hm. Maar er zijn ook studies die waarvan zeggen, ja, als je nou 10.000 stappen doet, maar je blijft zoals hier in de corona een urenlang zitten, dan heb je dat credit verspeeld. Dus zou je ook niet minder moeten zitten? En dat moeten aanraden. Interessant punt. Ik denk de studie waarop u duidt is inderdaad een aantal jaar gepubliceerd. Een groot populatieonderzoek. Ja. Vind ik altijd moeilijk om te interpreteren, maar ik denk dat ze dat toen netjes hebben onderzocht. En ik kan er ook een voorstelling bij maken dat lang zitten is het nieuwe roken, dat mm-hmm. dat slecht is. U vindt de resultaten nog niet voldoende matuur om in de kliniek toe te passen? Nou, ik denk wel dat we dat proberen, onder andere door inderdaad blended care met een smartphone kun je patiënten eigenlijk tijdens de dag een herinnering geven om te gaan lopen. Nou, dat zijn zaken die we hebben geprobeerd en ook gaan proberen in de toekomst om verder uit te bouwen. Ja. Nou wil men van allerlei fabrikanten mij ook aan die apps en dat ik de patiënten apps geef en dat die gegevens allemaal massaal big data naar de praktijk komen. Hoe had u zich dat voorgesteld? Ja, dat is heel lastig, zeker met de AVG-wetgeving. Nou ja, het zijn mijn eigen patiënten en ik zie dan alleen maar hoeveel stappen dat ze doen, maar het is continu, 24 uur per dag krijg ik allemaal gegevens binnen. Dat is gewoon niet te doen in de praktijk. Nee, dus hoe wij het voor ogen zouden hebben is dat de patiënt zelf met zijn gegevens, iedere keer als hij bij de fysiotherapeut komt, dat even met hem doorneemt wat ze nou hebben gedaan en wat ze daarin kunnen verbeteren. Nadeel daaraan is, uit eigen onderzoek zien we dat veel patiënten überhaupt nog geen smartphone hadden. Een onderzoek wat een tijdje geleden hadden gedaan. Of een hele verouderde variant. Dus met hele ingewikkelde apps werken in deze populatie is niet direct het gouden ei. Nog niet goed ontwikkeld. Meneer de prorector, u kijkt mij in de... Heeft dat toch gewerkt? Dank u wel, professor Mures. Dan gaan we nu over naar de opponent dokter Mees. Hij is vaatchirurg aan het MUMC hier in de stad. Dokter Mees. Dank u wel, meneer de prorector. Dank u wel, meneer de promovendus, voor deze uitnodiging om te mogen opponeren. Gefeliciteerd met dit mooie werk. Gefeliciteerd uw team, in het bijzonder uw promotor ook namens de Vereniging van Vaatchirurgie, die zoveel tomeloze inzet en enthousiasme en wetenschappelijk werk aan dit onderwerp wijdt al jaren. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. En ik vind dat vaatchirurgisch onderzoek wat leidt tot het uitsterven van vaatchirurgie eigenlijk alleen maar mooi is. U heeft enige tijd gedaan over het publiceren van uw artikelen en ik ben nog iets verder teruggegaan, namelijk naar uw geboortejaar. In 1992 vond ik een artikel in het NTVG. Daar zou ik u wat over willen vragen of u daar iets uit voor zou willen lezen. Dat gaat over de behandeling van arteriële vaatafwijkingen. Geschreven door grootheden van de vaatchirurgie van Vroonhoven en Eikelboom. En ik zou u willen vragen om, ik heb het uitgeprint, de hardcopy niet meer, om blokje 1 en 2 voor te lezen. En dan in blokje 1 alleen de gele tekst. Oh, jammer. Dus. Die enkel arm in. Ja, zelf voorlezen graag. Okay. Die anderen zijn al aan de beurt geweest, toch? Oké, blokje 1.
In zijn algemeenheid is verdere diagnostiek alleen nodig wanneer de uitslag daarvan ook consequenties heeft, met andere woorden, voor de diagnose arteriële insufficiëntie. Zelf is verdere diagnostiek zelden noodzakelijk. Wanneer dan toch verdere diagnostiek? Bij patiënten met claudicatio intermittens echter is die verdere diagnostiek slechts dan aangewezen bij progressie, bijvoorbeeld bij duidelijk waarneembare vermindering van de loopafstand of wanneer de klachten als sterk invaliderend, met de nadruk op sterk, worden ervaren in werk of in vrije tijd. En stukje 2. En stukje 2. De behandeling van claudicatio intermittens is in slechts 5 woorden: stop smoking en keep walking. Goed. Dus 30 jaar geleden was dat eigenlijk al de conclusie. Het maakt niet uit waar de lesie zit of wat voor ziekte het is. Als het maar arteriële insufficiëntie is, dan moet je lopen. Zou u dan nu voor mij stelling 3 willen voorlezen? The efficacy of supervised exercise therapy with regards to improving walking performance and health-related quality of life in intermittent claudication patients in the short term is not influenced by arterial disease level. Bent u het met mij eens dat we dat 30 jaar geleden ook al opschreven? Zeer geleerde opponent, dank voor de felicitaties en voor deze stelling en vraag. Dan ben ik ben met u eens, ja. Ja. Oké, okay, goed. Nou, dan gaan we praten over de ELECT Registry, want die heeft u eigenlijk opgezet specifiek voor het beantwoorden van deze vraag, die misschien eigenlijk 30 jaar geleden al wel min of meer duidelijk was. Er zullen natuurlijk wel wat nuances zijn. Dus mijn vraag is dan toch, kunt u ons iets meer meenemen aan de argumentatie waarom deze registry zo is opgezet? En daarna zou ik over de registry zelf nog van gedachten willen wisselen, dus u mag niet de volle tijd gebruiken. Oké. Okay. We hebben deze registry eigenlijk opgezet omdat we zien dat in den landen, maar met name ook internationaal, dan nog wel degelijk door veel vaatchirurgen argumenten worden gebruikt die niet op basis waren van bewijs om bij een patiënt primair te dotteren. En een van de belangrijkste redenen daarvoor was de locatie en de uitgebreidheid van de ziekte. Hoe komt dat toch dat wij gewoon al die dingen doen terwijl daar geen bewijs voor is? Ja, ik denk dat we in de geneeskunde vaker dingen zonder bewijs doen en afwijken van richtlijnen. Interessant is om te zeggen, in het jaar dat er bij ons 87% van de patiënten verwezen worden voor looptraining, is dat in de Verenigde Staten 1,3%, zag ik toevallig gisteren in een bulletin van Veet. En wordt er $230 miljoen verdiend aan interventies in de Verenigde Staten. Mogelijk speelt dat een rol. Heel goed punt. Die registry is opgezet om verschillen in anatomische locatie te bepalen ook. En u heeft die verdeeld in aorta iliacaal en femoropopliteaal. Dan verbaast het me eigenlijk dat u in aorta iliacaal geen aorta letsels opneemt. Is dat correct? Dat klopt, die zitten niet in de... Waarom heeft u het dan zo genoemd? Dat is een goede vraag. Ik denk omdat op het moment dat er... Want er zitten wel patiënten in met bijvoorbeeld bi-iliacale afwijkingen. Ja, dat raakt natuurlijk aan de aorta. Maar er zitten geen patiënten met een stenose in de aorta. En dat is juist. Nee. Ja. Zou dat nog veranderen voor u? Ik vind het een heel interessante populatie, namelijk mensen met een aorta-probleem. Hoe bedoelt u, zou dat? Zou dat nog veranderen? Beleid veranderen of de uitkomst van de studie? Als er wel patiënten met een aorta-probleem ingezeten zouden hebben? Ik denk het niet, want ik denk dat een ingreep bij patiënten in die populatie ook een stuk risicovoller is. En dat is eigenlijk waar de studie natuurlijk aan raakte. Dan bij een patiënt met een unifocale stenose van een iliacaal vat bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we iets naar beneden. Dan heeft u ook patiënten geïncludeerd met een iliaca interna letsel. Als mensen dat soort letsels hebben, wat voor claudicatie krijgen ze dan? Bilclaudicatie. Ja, ja. Dat is denk ik een beetje een ander soort claudicatie, maar ik weet het niet zeker, u bent de expert, dan kuitclaudicatie. Ja, ik ben in de voorbereiding nog even teruggegaan naar alle locaties van ziekte, want ik zag dat deze vraag ook bij dokter Janssen langskwam en toen onbeantwoord bleef. Maar die zitten niet in de studie. En daar kom ik goed mee weg. Heel goed. Ik heb toen ook nog een andere vraag gesteld. Daar ben ik wel benieuwd naar. Daar moesten we ook nog even over nadenken. Want daar zit ik nog steeds een beetje mee. Daarna komt de categorie femoropopliteaal. En als je nou in de femoralis communis een letsel hebt, dan zit dat eigenlijk boven beide beenslagaders. En ik zou die persoonlijk altijd meer in de iliacale groep zetten. Want het gaat er volgens mij om dat er in boven die twee een probleem zit. Ja, ik heb niet een echte vraag gehoord nog.
die u kunt beantwoorden. Dat is tot nu toe een constatering. Maar de vraag is net niet gelukt binnen de tijd die de pedel ons biedt. En dat betekent dat we zijn gekomen aan het einde van de verdediging van uw proefschrift. En dat de commissie zich gaat terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u daarbij om met uw gezelschap de uitkomst van ons beraad hier af te wachten.
staan. Meneer de promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en verder gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Teijink is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Marijn Marinus Leonardus van den Houten, tot doctor te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. We gaan het zo doen. Zo. We gaan even naar voren. Kom. Lettertype. Daar staat. Wel edel zeer geleerde Marijn, dokter van den Houten, daar sta je dan. Jaren van noeste arbeid komen vandaag tot een conclusie. De afsluiting van je academische vorming aan de Universiteit Maastricht, zoals onze prorector gebruikelijk altijd zegt, maar vandaag toevallig een keer heeft nagelaten. En iets in mij zegt dat jij er nog lang niet bent. Zoals wetenschappelijk gezien helaas voor sommige promovendi wel het geval is. Er zit een intrinsieke, kritische, harde schijf in jou, waar we naar ik hoop nog veel van gaan meemaken. Het is vandaag mijn voorrecht om jou als tweede te mogen feliciteren en dat doe ik dan ook graag mede namens Mark, mijn compaan in inmiddels een hele reeks promoties. En in die felicitaties wil ik ook graag jouw ouders, zus, schoonfamilie en natuurlijk onze Tjekka betrekken. Inmiddels weet jij net als chirurg in opleiding, zei het in het Maxima Medisch Centrum. Tjekka, ook voor jou vandaag wederom een horde op weg naar jullie feest. Want net als Koen, die ik ook al heb gezien, die nog aan de beurt komt, volgende week ook jouw promotie. Op 18 juni is het feest. Beste Marijn, waar moet ik beginnen? In een laudatio kijk je meestal terug op de laatste 3-4 jaar. Maar in jouw geval, gezien jouw leeftijd, lijkt dit bijna meer op een historisch overzicht en naderen wij inmiddels ons tweede lustrum. Maar dat heeft in dit geval, althans in mijn beleving, zeker niet aan jou gelegen. Begonnen in de gang op weg naar de poli met claudicatio net, nog in de kinderschoenen, deed jij je WESP-stage van 2015 tot 2016, oktober, augustus, met als vraagstelling welke verandering in loopafstanden gemeten met de loopband bij patiënten met claudicatio intermittens is klinisch relevant. Nu is voor de meeste geneeskundestudenten de WESP-stage de eerste kennismaking met wetenschappelijk onderzoek, maar dat gold niet voor jou. De uitkomst van je stage zou niet jouw eerste wapenfeit worden, want je eerste publicatie over de validiteit van een activiteitenmonitor, en hij is vandaag al een beetje aan de orde gekomen, stond al in 2014 in het European Journal of Vascular and Vascular Surgery. Een artikel wat de opmaat naar een uiteindelijk nooit gerealiseerde app vormde, maar waarvan wij toedachten, en ik in ieder geval nog steeds denk, en dat heb jij eigenlijk zojuist ook toch wel weer aangegeven, en ook jouw opponent,
dat hier een toegevoegde waarde ligt voor de patiënt met claudicatio intermittens. Dat jouw liefde voor de app wat bekoeld is, kan ik mij goed voorstellen. Loop maatje, stappie, wat heb jij daar een tijd en energie in zitten? En wat hebben we daar letterlijk en figuurlijk leergeld betaald? In mijn beleving is dit een van de oorzaken dat jouw PhD-track wat langer heeft geduurd. Maar ondanks dat dit project niet is geslaagd, een bom geld heeft gekost en een juridisch bevochten eindpunt, jij behield de jou zo kenmerkende rust, vastberadenheid en daadkracht. Niet linksom, dan maar rechtsom. Of zoals je het zelf in je dankwoord op de jouw kenmerkende bescheiden wijze hebt omschreven, het onderzoek een eigen draai gegeven. Het was in die tijd dat jij voor mij de hoogste score op de ZRB-competentie scoorde. En voor de assistenten in de zaal, jullie kennen allemaal de kerncompetenties uit Scherp, medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis, wetenschappelijk, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Een theoretische splitsing die zo is doorgevoerd dat zij in de dagelijkse praktijk vaak kant nog wal raakt en vraagt om een dissectie waar niets te ontleden valt. Maar er is en er was al ruim voor Scherp een allesomvattende competentie waarin chirurgen onderling communiceren over hun assistenten. Een competentie die al veel ouder is dan Scherp. De ene chirurg noemt dat of hij zij het in zich heeft. De ander noemt hem of haar een goede dokter. En ik noem dat ZRB. Want als chirurg heb je wat aan een hoog ZRB-gehalte. Als een operatie niet loopt zoals gewend, stijgt een ZRB-assistent boven zichzelf uit. Als de telefoon in een drukke dienst al 3 keer in 5 minuten gaat en je snel naar de SEH moet komen en nu moet assisteren op elkaar, omdat mevrouw B op de afdeling onderuit gaat met een EWS van 15, kan een op een competentie ZRB goedscorende assistent alle balletjes in de lucht houden. En daar sta ik zeker niet alleen in, ik vind jou heel hoog scoren op die ZRB-schaal. Ines, ook vandaag hier aanwezig, met wie wij gezamenlijk het ESVS in Barcelona bezochten, wilde jouw promotie vandaag absoluut bijwonen. Omdat je naast dat hoge ZRB-gehalte altijd bescheiden, ontzettend aardig, attent en ook nog eens een voortreffelijk kok bent. Ons cadeautje vanavond zal daar dan ook op aansluiten. Nu ben ik alleen benieuwd hoe jouw hoge ZRB-gehalte zich verdraagt tot dat van Tjeka. Opposites attract, zeggen ze wel eens. Maar jullie zijn als twee sterke, positieve, zelfreizend bakmeelpolen toch een magneet bij elkaar gekomen. Voor de opleiding gestuurd op een splitsing, maar verder 2 handen op 1 buik. Ik ben heel benieuwd hoe jullie je weg gaan vinden in chirurgisch Nederland of daarbuiten. Maar dat jullie die gaan vinden, staat voor mij vast. Beste Marijn, ik heb genoten van je aanwezigheid de afgelopen jaren. Je inbreng in de groep van Claudicatienet, inmiddels chronisch zorgnet. Je oog voor detail, je vraag vaak ongevraagd aangeboden hulp. En ik geniet nog iedere dag als ik zie hoe jij je nu ontwikkelt tot chirurg. Mooi hoe je vandaag je promotietraject hebt afgerond. En Marijn, op de dag van jouw promotie ook een woordje gericht aan Tjeka. Jullie zijn samen een buitengewoon sterk duo. 2 doctores op een kussen. Ik wens jullie heel veel succes en geluk, zowel privé als in jullie respectievelijke carrières. Het gaat jullie goed. Dr. Van den Houten, het is ook mij een genoegen om namens de universiteit u te feliciteren met deze behaalde dokterstitel. En daar ook mijn felicitaties in de richting van uw glunderende familie. Inmiddels heb ik uw vriendin ook dankzij haar lichaamstaal kunnen identificeren. Want er reageert maar 1 iemand op die manier op dit soort loftuitingen. Dus ik ken nou een beetje van de familie, pa en ma, die zijn al ter sprake gekomen en nou jullie ook. Ja, wij zijn ook heel blij dat u als alumnus van de universiteit dat uw academische opleiding hier hebt afgerond en een van de vele dokterstitels weer aan onze universiteit hebt toegevoegd. En het zal u geen windeieren leggen, verzeker ik u, dat u als chirurg al met zo'n titel voor de naam de wereld ingaat. Ik weet niet hoe op dit moment de sollicitatie en de vacatureposities van chirurgen zijn, moeizaam. Ik kom maar die kant op te kijken. Ik zie heel chirurgisch Nederland hier zitten. Hier zitten de internisten, die weten dat niet. Maar
Maar het zal u zeker lukken om een plek te vinden als dank dat de bedoeling is. Goed, dank dus dat u dat hier allemaal in gang hebt gezet. Ik ga ook danken de drie mensen die niet hier QQ als employé van deze universiteit aanwezig zijn. Die krijgen geen speciaal dankje, dus dat gaat wel naar dokter Vaal, professor van Sambeek, hoewel dat ook al een habitué hier is bijna. En dokter Lorette, die aparte reizen hebben moeten maken. Het is ons een genoegen dat u hierbij aanwezig was. En een grote eer dat we u van uw aanwezigheid hebben kunnen genieten. Ja, dan gaat nu de gang van zaken als volgt. Korte mededeling. De dokter biedt onze receptie aan. Die vindt gewoon plaats in de Refter. Nou is een keer niet weer in een café in de stad. Dus we kunnen allemaal dadelijk van zijn tractaties gaan genieten. Als we een beetje geluk hebben, zit er een beetje vlaai bij. Daar hebben we onze lunch ook binnen. Klopt dat? Zit erbij, dus we kunnen daar ook lunchen. Die Refter die vindt u, normaal zeg ik, loop achter ons aan, want wij gaan zo in een stoet weg. Maar als u achter ons aanloopt, eindigt u in de hal, want daar gaan we eerst nog even pauzeren om een groepsportret te maken, dat is afgesproken. Dus dit gezelschap slaat even af naar de trap, zoekt u uw weg dan naar iets wat Refter heet en begint daar vast aan de drankjes. Wij voegen ons zo snel mogelijk bij u, wanneer die foto gemaakt is. Geliefden die ook mee op de foto willen op die trap, die moeten dan wel daar bij ons in de buurt blijven. Dus vriendinnen, mama, wie op de foto wil met de jonge dokter, met dit team moet ook daarbij zijn. De rest naar de Refter om daar een receptie mee te maken. Ik sluit hiermee deze academische zitting.